Welkom bij de 9e aflevering van de Pratende Adventskalender. Ik ben Carina en ik ben blij dat je er weer bent op deze 9e dag van december. Vandaag duiken we in de magische wereld van kerstfilms en series. Deze films en series en shows zijn een belangrijk onderdeel van de feestdagen en brengen een flinke dosis gezelligheid en kerstvreugde. Laten we samen een rondleiding maken door enkele van de meest geliefde kerstklassiekers en ontdekken wat ze zo speciaal maakt. Laten we beginnen met de tijdloze kerstklassiekers. Deze films zijn al generaties lang favoriet en hebben een speciale plaats in de harten van velen. De eerste film, It's a Wonderful Life uit 1946. Deze film, geregisseerd door Frank Capra, is een echte kerstklassieker die de boodschap van hoop en gemeenschap belicht. Het verhaal volgt George Bailey, gespeeld door James Stewart, die worstelt met de uitdagingen van het leven en uiteindelijk wordt geholpen door een engel die hem laat zien hoe belangrijk zijn leven is voor de mensen om hem heen. De warme boodschap en het ontroerende verhaal maken dit een must-see tijdens de feestdagen. De tweede film, A Christmas Carol. Er zijn talloze adaptaties van Charles Dickens' beroemde kerstverhaal. Maar de versie uit 1951 met Alastair Sim en Ebenezer Scrooge wordt vaak geprezen om zijn krachtige vertolking van de transformatie van de hoofdrolspeler. Het verhaal over de verhoging van Scrooge en zijn uiteindelijke verlossing is een tijdloze les over vriendelijkheid en medemenselijkheid. Derde film, Home Alone, uit 1990. Deze komische kerstfilm vertelt het verhaal van de jonge Kevin McAllister, gespeeld door Macaulay Culkin, die per ongeluk alleen thuis wordt achtergelaten terwijl zijn familie op vakantie gaat. De film is gevuld met humor en avontuur. Terwijl Kevin de indringers in zijn huis op ingenieuze wijze te slim af is. Het is een heerlijke mix van humor en hartverwarmende momenten. De vierde film, Elf, uit 2003, met Will Ferrell in de hoofdrol als Buddy de Elf, biedt deze film een moderne draai aan de kerstfilm. Het verhaal volgt Buddy, een mens die in de Noordpool is opgegroeid als elf, terwijl hij naar New York City reist om zijn biologische vader te vinden. De film staat bekend om zijn humor, charmante acteerprestaties en feestelijke sfeer. Naast deze klassiekers zijn er ook geweldige kerstseries die perfect zijn om een binge-middag mee door te brengen. 1. Friends. Kerstepisodes. De populaire sitcom Friends heeft verschillende kerstafleveringen die altijd zorgen voor een glimlach. Afleveringen zoals The One with the Monkey en The One with the Inappropriate Sister bieden een mix van humor en hartelijke momenten die de kerstsfeer perfect vastleggen. 2. The Office. Kerstspecials. De Amerikaanse versie van The Office heeft enkele fantastische kerstafleveringen, waaronder Christmas Party en A Benihana Christmas. Deze afleveringen bieden een glimlach en een beetje drama. Alles verpakt in de kenmerkende stijl van deze serie. 3. Schitt's Creek, kerstafleveringen. De serie Schitt's Creek biedt een unieke kijk op de feestdagen met afleveringen zoals A Very Schitt's Creek Christmas. De serie slaagt erin om de humor en warmte van de feestdagen perfect te combineren met de karakteristieke charme van de show. Kerstfilms en series bieden niet alleen entertainment, maar ook
de gelegenheid om samen te komen met vrienden en familie en herinneringen te maken. Of je nu kiest voor een klassieke filmavond met warme chocolademelk en dekens, of een gezellige binge-sessie met kerstseries, deze kijkervaringen helpen je de kerstvreugde in je huis te brengen. Vandaag wil ik ook iets van jou horen. Wat is jouw favoriete kerstfilm of jouw favoriete kerstserie? Zet het hieronder in de comments, laat het me weten. Heb je een bijzondere traditie waarbij je bepaalde films kijkt met je gezin of met vrienden? Dat was het voor vandaag. Ik hoop dat je genoten hebt van onze duik in de wereld van kerstfilms en kerstseries en dat je een beetje nieuwe ideeën hebt opgedaan voor je eigen feestelijke kijklijst. Bedankt voor het luisteren en voor je deelname aan mijn adventskalender. Ik kijk er naar uit om je morgen weer te verwelkomen voor nog meer kerstvreugde en inspiratie. Tot dan en fijne feestdagen!